We blijven bij die windmolens en de zonnepanelen waar ik net over had. Ja, toch wel. Want een groep binnen de VVD is bang dat het hele land volgebouwd wordt met windmolens en zonneparken als GroenLinks in de regering komt. En ze willen dus ook absoluut niet dat Mark Rutte in zee gaat met Klaver van GroenLinks. Natuurlijk wordt er in Den Haag wel gesproken over zo'n 5-partijen-coalitie met daarin dus GroenLinks en PvdA. Excuus. Maar Mark Rutte is daar zelf ook helemaal niet zo enthousiast over natuurlijk. Maar voor de zekerheid komt die groep VVD'ers, verenigd onder de naam Klassiek Liberaal, met een petitie. Onze oproep aan Mark Rutte is: probeer een coalitie te vormen zoals die nu is. Dus CDA, VVD, D66, ChristenUnie. Anders een minderheidskabinet CDA, VVD, D66. Maar niet met links. Maar niet met links. We zouden nog kunnen overwegen om de Partij van de Arbeid daarbij in te betrekken. Maar voor ons is GroenLinks een no-go. En die formatie schiet natuurlijk sowieso helemaal niet op. Informateur Hamer zou eigenlijk aanstaande zondag haar verslag in moeten dienen bij de Tweede Kamer. Nou, die deadline die kan eigenlijk onmogelijk gehaald worden. Waarschijnlijk vraagt ze vandaag uitstel aan. Ja. Soniel, hoe volg je alle Haagse perikelen? Ja, weet je, kijk, ik zeg schoenmaker, hou je bij je lees. Ik ben niet zo echt politiek aangelegd, omdat ik, als je een toprestaurant hebt, praat je niet veel over politiek. Nee, maar je mag natuurlijk wel stemmen. Je hebt wel een idee over hoe het land geregeerd moet worden, denk ik. Ja, tuurlijk. Want op dit moment, ik vind dat meneer Rutte het gewoon goed doet. En dat hij ons doorheen heeft gesleept met deze moeilijke tijden. Hmm. En we zijn er nog niet helemaal vanaf, maar... Ja, voor de rest bemoei ik me niet echt met politiek. Ja. Echt niet. Charlotte, zou er vaart gemaakt moeten worden wat betreft die formatie, vind je? Of mogen ze het allemaal op hun eigen tempo doen? Nou, ik heb liever dat er een goede formatie ligt dan dat het nu maar even snel er doorheen gedrukt moet worden. Hm. En ik denk dat er ook nu wel behoorlijke uitdagingen liggen om ook gewoon hoe het hele systeem eigenlijk werkt te hervormen. Dat ga je niet met één formatie doen. Het systeem van de bestuurscultuur, bedoel je dat? Ja, eigenlijk de bestuurscultuur inderdaad. Dus ook hoe de werkdruk nu is in de Kamer. Hm. Als dat toch dat coalitieakkoord waar ze nu over hebben iets lichter is, dat daar meer ruimte is voor in de Kamer. Lijkt mij alleen maar goed dat ze daar even de tijd voor nemen. Het dualisme. Ja, de WNL-podcast, het onderzoeksbureau.